Vissen was mijn hobby. Je kunt je voorstellen dat je, als je dat niet meemaakt en je hebt collega's die ook vissen, dan als je die collega's ziet in de kantine, dan ga je over vissen praten en dan ben je lekker excited. Maar nu ben ik 24 uur per dag bezig met hengelsport. Dat is wel een verschil en dat is even wennen. Want de hobby is ook de ontspanning. En als je dat voorheen deed bij je oude werk, was het al vrijdagmiddag gaan vissen. Nee, bij mij zit dat dagelijks, ben je bezig met het vissen. En dagelijks krijg je vragen en krijg je ideeën. Dus daar moet je wel een weg in vinden. Daar heb ik in het begin ook echt wel een weg in moeten vinden. En vandaar dat ik ook op een gegeven moment gezegd heb, ik vis alleen nog maar door de week. Niet in de weekenden. Die weekendvisserij is niet voor mij, dat is voor mijn gezin. En dan ben ik thuis. Dan kan ik in het weekend het vissen loslaten in principe.